Hey, leuk dat je kijkt op ons eerste filmpje op ons officiële nieuwe YouTube-kanaal van het Kinderboerderij Skip animatieteam. Zoals je misschien het vorige filmpje hebt gezien over Mr. Bean, gaan wij vragen van jullie beantwoorden hier. Maar toen kregen wij het idee om niet alleen vragen te beantwoorden, maar ook andere leuke filmpjes te maken. Zoal bijvoorbeeld filmpjes over de activiteiten die we doen, zoals bijvoorbeeld de dierenbingo, wat we doen op kinderfeestjes, wie is de mol die we hier doen, en zo nog veel meer activiteiten en veel meer filmpjes. Vragen stellen over een van de dieren kan je nog steeds. En misschien ben je al bekend met onze kinderboerderij, maar misschien ben je er nog nooit geweest. En daarvoor ga ik nu een rondleiding geven op onze kinderboerderij om je alle dieren te laten zien die we hebben. Maar als ik eerder ben geweest, dan is het natuurlijk altijd leuk om onze dieren weer te zien. Zoals je kan zien ben ik nu ergens anders. Ik ben nu bij de ingang van de kinderboerderij. En vanaf de ingang ga ik jullie rondleiden. Dit is de kinderboerderij. En wij hebben hier heel veel leuke dieren. En misschien kennen jullie ze al, misschien nog niet. Maar dit zijn Miss Piggy en Beep. Dat zijn kunekunevarkens. En ik ga je kort wat vertellen. De varkens zijn hele slimme dieren. En het leuke aan onze varkens is dat ze een klein trucje kunnen voor een paprika. Gaan we kijken of ze dat willen doen. Zit. Ja. Ja, zit. Ja. Doe jij, Beep? Zit. Ja. Beep vindt het nog wat moeilijker om te zitten. En die neemt zijn paprika liever mee om snel te verstoppen. Want Miss Piggy, dat is haar zus, die vindt het leuk om de paprika's van Beep om te stelen en dan zelf op te eten. Sorry Miss Piggy, ze zijn op. Ze steelt wel vaker het eten. Je ziet het, ze is ook een beetje kaal. Maar er is niks aan de hand. Ze verliest alleen nu even wat haar. Omdat het wat warmer wordt. En dan krijgt ze de andere haar voor terug. Ze gaat van de wintervacht naar de zomervacht toe. Gaan we nu verder lopen. Hier hebben we een leeghok. Hier hebben we een Vlaams reus. En dit is een mannetje. En we gaan zo meteen gaan we nu doorlopen naar zijn zus. Naar zijn zus en zijn moeder. Maar voor we daar komen, het kiphok. Een heleboel kippen willen rondlopen. En wist je dat je ook aan de kip kan zien welke kleur ei ze leggen? Want je hebt witte eieren, je hebt bruine eieren. En je hebt ergens zelfs, ik heb er wel eens één gezien, blauwe kippeneieren. Maar aan die lelletjes, ik weet niet of je dat nu kan zien bij die kip. Dat zijn de, eigenlijk bij de oren zitten die. En zijn ze rood, dan leggen ze bruine eieren. Zijn ze wit, dan leggen ze witte eieren. Hier hebben we Spijk. Ook een van onze Vlaamse reuzen. We hebben er nu veel. En daar, in dat hok, daar zit Platvoet. Dat is de moeder van die Vlaamse reus die je net zag. En dit is de dochter. En die hebben eigenlijk nog geen namen. We hebben nog geen namen kunnen bedenken. Weet jij een naam? Zet het in de reacties en wie weet wordt het wel. En, oh ja, de kip vindt het leuk om in het hok van Olaf te zitten. Olaf is de vader van deze Vlaamse reus. En van die je net hebt gezien. Hey Olaf, kom je even gedag zeggen. Gezellig. En Olaf is volgens mij beste vrienden met de kip in het hok.
Al stelen die graag het water. Dan lopen we natuurlijk verder. Want we hebben hier een heleboel konijnen. En je hebt er net een aantal gezien. Maar hier zitten een paar andere. Zo heb je hier bijvoorbeeld Pluk. Een teddykonijn. Die is heel harig. En vanwege dat hij zoveel haar heeft, zit er ook wat meer stro in zijn hok. Anders blijft het zaagsel in zijn vacht hangen. Hieronder hebben we nog een Vlaamse reus. Dan hebben we hier Baloo. Baloo is echt een heel lief konijn. Die houdt van knuffels. Ze eten vindt hij iets minder lekker. Wat hij wel echt heel lekker vindt, is groenten. Paprika's, komkommers, tomaatjes. Oh, die zijn zo op bij hem. Die eet hij liever dan dat je hem voer geeft. Dus als ik voer, dan geef ik hem soms ook net wat extra groenten. En hier hebben we twee nieuwe konijntjes. Ik weet niet of je Cruella nog kent. Maar Cruella die was helaas oud. En die leeft nu niet meer. Maar dit zijn dezelfde soort konijnen. Ze zijn net zo zacht als Cruella. En die ander die verstopt zich nu in zijn nachthok. Maar deze twee, die heten Xenos en Action. Vonden we zelf wel hele leuke namen. Vooral omdat wij als kinderboerderij, vooral bij de Action, heel veel spullen kopen. Bijvoorbeeld voor het animatieteam. En we dachten, ook was een keer grappig, zulke namen op de kinderboerderij. Dan gaan we nu naar de geiten toe en de schapen. Ja, weten jullie wie dat is? Dat is Fleur. Hey Fleur! Ja, en Koker komt eraan. En daarachter daar lopen Kiki en Bo. En daaronder, onder die daar ligt de herkauwen. Ja, dat zijn geiten. Die kauwen wel meerdere keren op hun eten, omdat ze net als koeien vier magen hebben. En dat kleintje daarachter. Goed. En dat zijn, moet ik goed zeggen, Nala en Nikki. Dan heb je daarachter Oesandschapen. En die moet je heel goed kijken. Die is daar. En Oesandschapen is het kleinste schapensoort eigenlijk die er bestaat in heel de wereld. En dan gaan we even die kant nog op. Vandaar we, die hebben we nog niet zo lang. Dan hebben we twee heideschapen. En onze heideschapen, moet ik heel goed nadenken, heet Josje. En die ander weet ik even niet. Ga ik voor jullie opzoeken, dan krijgen jullie nog te horen. Ik weet heel veel namen. Zoals dat de kleine schaap heet de Petra, Babs, Floortje en Romeo. Romeo is die zwarte erachterin. Maar van die heideschapen weet ik het even niet. Dus dat ga ik voor jullie even opzoeken. En dat krijgen jullie nog te horen. Fleur komt ook even gedag zeggen. Hey Fleur. Fleur die komt uit Frankrijk. Daar is Fleur geboren. En een collega van het Flora College, de middelbare school die hier les krijgt, die heeft hem eigenlijk meegenomen vanuit Frankrijk naar Nederland. Zodat hij hier kon wonen. En daar zijn we super blij mee, want Fleur vinden we echt een hele lieve geit. Ik heb meteen voor jullie nagevraagd. Ja, daar komt het. Ze heten Josje en Lotte. Zo heten de twee heideschapen. Oké, nu gaan we verder naar binnen. Kom mee. Hier hebben we al het voer staan. Ik zal het even laten zien. Gaat erbij. Dit is het speciale konijnenvoer voor Pluk. Want die kan niet tegen het gewone konijnenvoer. We schaap, cavia, varken, vogelvoer, konijn, kippenlegkool en kippengraan.
En dan gaan we hierdoor. Hier hebben we de hamsters. Dat zit in deze hele kleine hokken. Zoals je ziet hebben we ze nu genummerd. Dat is voor het schoonmaken heel handig. Want dan kunnen we zeggen bijvoorbeeld, oké, collega's, ik heb vandaag hok nummer 1 en hok nummer 2 gedaan. En hok nummer 4, die heb ik niet gedaan, want die was nog schoon. En dan weten collega's, daar hoef ik, als ze morgen staan, daar hoef ik niet naar te kijken, want die zijn nu toch al schoon. Laat ik even kijken naar hok nummer 4 of die al schoon is. Heel makkelijk om door te geven. En hier hebben we onze gerbils. Gerbils zijn ook wel woestijnratjes. En hier zouden er een heleboel in zitten. Ook jonkies. Die zijn nu lekker aan het spelen. En wat de gerbils heel erg leuk vinden, de hamsters ook wel, maar vooral de gerbils, is bijvoorbeeld van dat papier die daar automatisch komt bij ons. En vinden ze heerlijk om dan te slopen en om een nestje van te maken. Hier, het grote hok. Hij is iets veranderd. Hij heeft nu meerdere verdiepingen. Daar zitten onze egels in. Nou ja, het zijn officieel geen egels. Maar het zijn tenrex. Ik zal ze even laten zien, want ze zijn uit winterslaap. Dit zijn tropische egels. En deze zijn speciale egels. Ik schrok van me, sorry schat. Die ook wel zou kunnen aaien. Ze prikken niet. En deze, die mogen wij wel houden. Hallo. En deze wonen oorspronkelijk in Madagaskar. En als je het vorige filmpje hebt gezien, dan weet je dat Mr. Bean speciale verzorging nodig heeft, omdat hij uit de woestijn komt. Als je wil zien wat voor verzorging, kijk dan het vorige filmpje terug, als je dat nog niet gedaan hebt. En ook deze egels. Daar moet ook, dan zie je ook, dat is weer Mr. Bean, de warmtelamp en de lichtlamp staan nu uit. Dus het is avond, maar dit zijn avonddieren, dus ze zijn nu wakker. En ook een temperatuurschakelaar. En we hebben nog meer hamsters. Een lege kooi. En daar zaten onze nieuwe chinchillas in. Kom ik zo bij. Maar eerst onze grote vogelkooi. Met op de grond onze Chinese kwartels. En we hebben nu bijvoorbeeld in het hok onder andere zebravinken vliegen. En dan komen we nu hier. Vind ik altijd ook een heel leuk hok. We hier zo onze twee schildpadden. En onze schildpadden. Oh, daar zo zie je. Die is lekker aan het eten. Even een heerlijk groot hok. Met ook een warmtelamp. Eentje waar warmte vanaf komt en licht geeft. En deze trap, die is voor onze nieuwe chinchillas. Misschien ken je Karel nog. Maar Karel was, net als wat ik zei over Cruella, ook al heel oud. En nu hebben we twee nieuwe. En dit zijn, daar gaat Mormel. En Bello. Bello en Mormel. En Mormel is net als Karel, is die grijs en is de jongste van de twee. En Bello, dat is de oudste en die is heel mooi wit, is een albino. Heeft ook, als je heel goed kijkt, ik weet niet of je het kan zien, heeft hij rode ogen. We gaan nu verder. En dan kom ik hier bij de knuffelhoek. De stoeltjes staan er nu niet in, want we zijn helaas dicht en jullie kunnen voorlopig even niet komen. Maar zodra we weer open gaan, zetten de stoeltjes erin en dan kunnen jullie gaan knuffelen met de vijf konijnen die zitten hier
in het hok. Gaan we naar het volgende hok. We hebben hier zo. Hebben we. Een mannencavia. Die moet natuurlijk apart van de vrouwencavia's. En hier hebben we twee vrouwencavia's. Maar deze. Die werd een beetje gepest in de groep. Dus die hebben we toen uit de groep gehaald. De groep laat ik zo zien. En toen dachten we, ja, als die alleen zit, is dat ook maar zo zielig. Dus toen hebben we een van haar vriendinnetjes, waar het wel goed mee gaat, tussen die twee, hebben we erbij gezet, zodat ze toch niet alleen is. En hier zo hebben wij de ratten zitten. En hier zo zitten onze ratten. We hebben hier een klein huisje. Soms nemen we, als we van die kartonnen doosjes hebben, die nemen we dan mee. En die leggen we dan in het hok neer. En dat vinden ze dan leuk, als, zoals je hier ziet, om als huisje te gebruiken of om mee te spelen. Dat doen we ook wel eens met de kleine doosjes bij de hamsters of de gerbils die ik net heb laten zien. Theedoosjes vinden ze ook heerlijk om mee te spelen. En hier hebben we onze cavia muffelhoek. Net als bij de konijnen zijn de stoeltjes er helaas even uitgehaald. Maar die gaan we weer terugzetten zodra jullie er weer zijn. En hier zitten maar liefst 15 cavia's in. Genoeg om mee te knuffelen als jullie weer terug zijn. Dit was onze rondleiding. Maar je ziet natuurlijk daar de trap. Want we hebben niet alle dieren gehad. Bijvoorbeeld Mr. Bean, de bakergaan. Die staat boven, via die trap. En die hebben jullie misschien al gezien als jullie het vorige filmpje hebben bekeken. Zo niet, kijk het vorige filmpje terug. Want dan gaan we heel veel uitleggen over Mr. Bean. Bijvoorbeeld wat hij eet. En we vertellen over zijn hok. Net als bij de egels heeft hij een speciale verzorging nodig. En dan heeft hij een bepaalde temperatuur nodig. En dat ga ik allemaal uitleggen voor jullie in het vorige filmpje. Dus kijk hem terug als je het nog niet gekeken hebt. En we hebben natuurlijk de kat niet gezien. Zoe en Assepoes. Zoja liep net wel rond. Ik zit even te kijken, maar ik zie er niet. Ze zal wel even buiten spelen zijn, net als Assepoes. Maar ik zal haar de volgende keer in een filmpje, dan zal ik er even roepen en dan laat ik hem ook zien. Want Zoja en Assepoes zijn ook zo lief. Maar heb jij nog een vraag over bijvoorbeeld een van de dieren die je net hebt gezien? Je hebt ze allemaal gezien. Maar heb je dus een vraag? Stel die dan onder in de reacties. Of naar kinderboerderij Skip animatieteam. En wij beantwoorden de vraag voor jou in zo'n mooi filmpje op ons nieuwe YouTube kanaal. Vond je het filmpje leuk? Abonneer je dan op ons kanaal. Want dan kan je ons filmpje blijven zien. En dan druk ook nog op het duimpje hier omhoog als je hem leuk vindt. Doei, tot de volgende keer!